Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Ja, ja, het is hier allemaal proper en stofvrij gemaakt. Mijn gang is een feest van netheid en orde. Alles is proper en nu is het tijd om nog eens stof te maken met mijn robotzaag. Maar dat is zwaar. Ja, aan de mensen die hier nieuw zijn, want ja, er zijn toch behoorlijk wat abonnees bijgekomen de laatste week. Hoe zou dat komen? Wie wil er weten wat er in de kelder zit? Zijn we nieuwsgierig? Goed, de afspraak is bij 20.000 abonnees voor einde van oktober. Als ik dan 20.000 abonnees heb, dan kruip ik in mijn kelder. Maar het gaat goed. Ik begin al een beetje bang te worden. Maar goed, dus voor de mensen die hier nieuw zijn en niet weten wat is de robotzaag? Wel, de robotzaag is eigenlijk een computergestuurde frees en daarmee kan ik dus van alles uitzagen. Want het is eigenlijk ook een nieuwe aflevering van het rubriekje Het lijstje van mijn vrouw. Het lijstje van mijn vrouw. Het lijstje van mijn vrouw. Want ja, bij ons thuis hangt er dus een lijstje met allemaal dingen die mijn vrouw heel graag wil. En ze heeft dringend een nieuwe tafel nodig voor haar bureau. En ik dacht, in plaats van een tafel te kopen, laat ons een nieuwe tafel maken met de robotzaag. En ik begon te zoeken op het internet, want er bestaan heel veel CNC-plannen, dus plannen die ik met deze machine zou kunnen uitzagen. Maar ik vond geen goede tafel en de goede tafel die was dan niet beschikbaar qua plan. Blablabla. Bla, bla. Na veel gedoe dacht ik, fuck it. Ik maak gewoon mijn eigen plan. Dus ik heb Infusion 360 heel veel gevloekt, maar uiteindelijk heb ik dus een plan kunnen tekenen van een tafel. En daar ben ik zo trots op, maar dat maakt het ook spannend, want ja, ik weet niet of het allemaal mooi in elkaar zal passen. Dus we duimen en we starten de robotzaag. Het was te denken natuurlijk dat er weer iets ging fout lopen met dat rot ding hier. Oké, dus je ziet het hier, dat zou moeten een mooie tafelrand zijn, maar we zijn dus met schokskus hier, zeg het zo, snokken. Mijn ketting hier hapert en dat is omdat ik mijn plaat verkeerd geïnstalleerd heb. Waarom? Waarom is het altijd zo lastig met de robotzaag? Dus tweede blok. Domme nee, weer alweer een sprongske in mijn ketting. Fuck! Oké, ik ben er ondertussen al een klein beetje over. Allee, eigenlijk niet, maar nog altijd heel pist. Maar er is van alles fout. Er is echt van alles fout. Niet alleen mijn ketting die skipte, waardoor dat je dus hier die vervelende hobbeltjes hebt. Maar het formaat klopt ook niet. Hier is een afstand veel kleiner dan hier. Dus de bovenkant van mijn tafelblad is ook totaal niet recht. Dus ik ga in eerste instantie het volledige machine opnieuw kalibreren. Want hij is een klein beetje vergeten hoe groot hij is. En ik ben vergeten hoe ik moet praten. Yes, we zijn ondertussen een uur verder en de machine is nu tot op een halve millimeter gekalibreerd. Dat is een marge waar ik heel goed mee kan leven. Zoals dat je kunt zien, dus de machine heeft een aantal testcuts gedaan en ik moest dan meten hoe groot de afstand ertussen was. En de afstand, het verschil tussen die twee afstanden werd altijd maar kleiner. Tot er dus maar een verschil was van een halve millimeter, daar kan ik mee leven. En het was echt wel verschrikkelijk, want bij de eerste testcut
was er 3 centimeter verschil tussen horizontaal en verticaal. Vandaar dat we dus hier met een enorme scheve tafelrand zitten. Goed, dat probleem is opgelost. Ik heb ook de ketting ingewreven met WD-40. Dus het skippen van de ketting zou ook moeten opgelost zijn. Het enige probleem is nu... Ik had zo 2 prachtige multiplexplaten gekocht en die zijn nu allemaal, alle 2, een beetje verpest. Dus ik ga een beetje moeten manoeuvreren. Maar goed, we kunnen terug zagen. Ik weet niet hoe ik het hier nog allemaal moet uitleggen, maar je hebt het dus gezien. Dus hier weer... dezelfde mottige skip, omdat hier toch ergens hier van boven aan die ketting er toch iets niet juist is. Dus ik denk dat dit gewoon een te ambitieuze hoek is om in te werken. De frustratie borrelt door mijn stem. Maar goed, we geven niet op, want zo zijn we niet. Dus ik ga nu de file voor die tafel aanpassen. Ik ga eerst de poten doen en als de poten klaar zijn, denk ik dat ik het blad op een andere manier kan maken. Het blad is blijkbaar toch net iets te... Oké, de poten eerst dus. Deel 1. Na 6 uur werk. Super efficiënt. Oké, en op het moment dat ik dacht dat we goed bezig waren, nu is de ketting hier rond zichzelf gedraaid. Oh, shit man, dat is echt, de machine is niet... Dat is niet tof, de machine. Oké, dit is het laatste deel van de poten. Ik heb ontdekt dat er een sweet spot in het midden van mijn Maslow is, waarbinnen dat de afwijking beperkt zijn en waarbinnen dat er dus niet geskipt wordt. Dus dat is goed. De poten zijn ondertussen uren later, want het is een super traag machine, maar de poten zijn ondertussen wel gelukt. Nu het bovenblad. En ja, dat is een beetje buiten de marges van de sweet spot, dus we gaan duimen. En ik heb ook niet zoveel hout meer over, dus als het mislukt met deze plank, dan is de tafel voor volgende week. Oeh. Oh jawel, het bovenblad is klaar, maar ik heb gemerkt dat er toch hier en daar nog een klein beetje foutjes in zijn. Een halve millimeter foutenmarge op 1 meter geeft al snel 1,5 millimeter op 1,5 meter. Dus ik had toch een klein beetje moeten bijschuren. Ik heb hier ook al alles proberen bij elkaar puzzelen. Toch een paar bedenkingen. Kijk, dat is te laag zeker? Nee, dat valt mee. Die robotzaag is supercool. Je kunt er heel leuke dingen mee doen. Maar om accurate dingen te doen, moet ik misschien gewoon nog een klein beetje verder eraan knutselen. Om grafische dingen te maken, zoals letters voor mijn affiche, wat ik vorig jaar gedaan heb, is dat ideaal, want je hebt geen verhouding. Als het echt met, zoals deze tafel, met puzzelrandjes in elkaar moet passen, is de accuraatheid van die Maslow toch niet echt top. Goed, veel bijgeleerd bij dit project, echt wel. Ik heb heel veel geleerd hoe ik Fusion 360 kan gebruiken om de Maslow te passen, dus dat is wel tof. Ik heb ook geleerd dat die Maslow toch nog niet volledig op punt staat. Heb ik ook geleerd. En ook geleerd dat altijd draaien je plannen anders uit dan dat je voorzien had. Je hebt mij gefrustreerd gezien, een klein beetje kwaad. Ik word nogal emotioneel als dingen mislukken. Mijn excuses daarvoor. De tafel is ook nog niet klaar. Ik heb er vrede mee genomen. Maar dan hebben jullie volgende week iets om naar uit te kijken. Toch? Ik hoop dat je het leuk vond en abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want 20.000 en dan ga ik in de kelder. En jullie hebben nog 3 weken. Poeh, dat wordt spannend. Tot volgende week met een tafel!